wat dan wel een vraag is van mij, is van, ja, maar wat zullen we nu dan gebruiken? Een voorbeeldje is, een paar dagen geleden heeft Google hun RSS reader hebben ze uitgezet. Die kan je niet meer gebruiken. Google Reader, een fantastisch product was dat. Kon je heel leuk linkjes. Wat ik interessant vond, was dat het helemaal niet zo'n fantastisch product was. Maar dat ze... Maar het had geen concurrentie of zo. Of tenminste niet echt serieus. Ze hebben de concurrentie kapot gemaakt. Ja. Of opgekocht. En dat is eigenlijk wat Internet Explorer toen de tijd ook had gedaan. Die had een superieur product gemaakt. Ten opzichte van alles wat er toen de tijd was. Ja. En daar hebben ze er nooit meer wat aan gedaan. Dat is hetzelfde met RSS Reader. Met Google Reader. Ja. Dat was superieur aan wat er toen was. Maar ook niet echt heel erg bijzonder. En dat hebben ze nu dus kapot gemaakt. En wat nu interessant is, is dat er nu ineens weer allemaal innovatie op het gebied van RSS is. Ja, maar dan is de vraag, heeft dat nog wel zin? Want RSS, dat is dus een manier om berichtjes te distribueren. Of eigenlijk mensen op de hoogte te stellen dat je een nieuw berichtje hebt op je website. Ja. En er zit dan een titeltje bij en een stuk tekst. Maar je gebruikt het bijvoorbeeld ook voor podcasts. Hè? Dus als jij lid wordt op iTunes. Ja, alternatieve manier van content distribueren. Of van updates uitsturen. Bijvoorbeeld alle updates in jouw computer. Dat software is geüpdate. RSS. Ja. Maar het is dus een heel handig middel om dat soort dingen te laten gebeuren. En dat je dus op de hoogte gesteld wordt. En dat de nieuwste boven staat ook. Ja. Maar het lijkt er heel erg op dat Google en een aantal grote mediabedrijven zeggen van... Weet je, Google was of RSS was eigenlijk helemaal zo'n goed idee niet. Dat lijkt een beetje averechts te werken op wat wij willen bereiken. Maar je merkt dus dat grote, de BBC bijvoorbeeld en ook Apple... Die lijken Google of die lijken RSS te verlaten. Ja. Ja, maar dan denk ik ten faveur van wat? Ten faveur van hun eigen format. Gesloten formaten. Ze willen niet meer zomaar content delen. Dat is wat Google doet. Google die zegt, ja, ga nou in plaats van Google Reader, hebben ze weer iets nieuws bedacht voor hun, waarbij alleen maar via hun eigen systeem op de hoogte kunt blijven. Ja, maar waar halen ze die informatie vandaan? Hoe kan je bijvoorbeeld als verhalenschrijver of blogger... Moet je aansluiten bij hun systeem. Ja. Dus daar heb je dan geen alternatieven. Dat is gewoon ook niet... Nee, want Feedburner die zal waarschijnlijk ook wel verdwijnen. Dat is dus opgekocht door Google. Ja, Feedburner destijds. Was sowieso al... En dat was om ervoor te zorgen dat alle RSS... mensen die graag wilden dat RSS automatisch in Google terechtkwam... bij Apple terechtkwam... dat dat dus geregeld was. Want dat was heel moeilijk vroeger. Dus dat heel makkelijk eigenlijk, maar... Maar al die eigendommen, die lijken dan ook te verdwijnen. Dan moet je echt helemaal weer vanaf het begin beginnen. Ja. En je inderdaad, ja, misschien moet je dan inderdaad inschrijven bij Google. Ik vind het wel een beetje jammer. Ze hebben nu iets nieuws. Is het Google Wave? Nee, Google Wave is het mislukte discussieplatform. Nee, ze hebben nu iets nieuws en dat is een hele sarcastische naam. Wat is het nou? Iets van Google Forever of zo. Van en hun producten zijn nooit forever. Het heeft zo'n naam. Hoe heet dat nou weer? Dat wil ik wel weten. Ja. Ik haal even die camera eraf, want dat schijnt te moeten. Vraag me af of ik nog weet hoe het moet. Ik val dit eraf. Straks als ik ga betalen, dan zal je zien hoe je korting kunt krijgen op het kopen van deze auto. Maar goed, dat sluiten van
Dat was wel interessant. De discussie is elke keer weer als er zo'n dienst, de gratis dienst of een betaalde dienst, als die ermee stopt, dan is de discussie altijd weer van je moet niet afhankelijk worden van dat soort diensten. Je moet dus ervoor zorgen dat je dat allemaal lekker zelf doet. Ja, ja. Dat is op zich een hele interessante discussie. Maar wat ik een mooie vond, was dat iemand zei, nee, je moet wel ervan afhankelijk zijn. Ga het maar lekker wel doen. Maar je moet ervoor zorgen dat je altijd kunt overstappen. Je moet niet, of nou, dus niet afhankelijk ervan worden. Je moet gewoon gebruik maken van die diensten. Ja, want dat is handig. Dus meegaan met de trends eigenlijk. Ja. Waar je mensen zijn, daar moet jij zijn. Nou, of het is gewoon handig. Ja, het is een goede tool, dus gebruik hem vooral. Ja. Maar word er niet afhankelijk van. Je kan zo snel mogelijk overstappen als er iets beters is. Maar we moeten Google Fervor, moeten we dus misschien ook voor de wasstraat gebruiken. Ik zou het niet weten. Ja, je hoeft niet alles te gebruiken. Ik gebruik bijvoorbeeld zelf helemaal geen Facebook en geen Google producten. Ook geen Google Plus? Nou ja, nee, ik heb het. Ja. Sure, sure. Nee, door nerds wordt daar nog best wel eens wat gepubliceerd. Dat is best. Ja, en het, maar ook hele. Het zijn een beetje de. Ja, de mensen die er dan nog een gat in zien. Het lijkt niet echt op te stijgen op een of andere manier. Maar fijn. En dat is. Dat had ik nou ook bij Google Wave. Dat noemde je net. Ja. En. Ik wil het eigenlijk weer terug.